En jullie gaan morgen niet met een kleedje zitten? Nee, we moeten morgen ook weer werken. Ja, ik ook. Ja. Dank jullie wel, hè. Succes. Dit is de plek waar alle Utrechtse handhavers aan worden gestuurd. Er zijn vanavond nog maar weinig bijzonderheden te melden. Het is gezellig druk in de stad. En dat is vooral goed te merken op het Centraal Station. Het is ook van alles door elkaar heen, van denk ik. Van alles door elkaar heen. Ja. Oud, jong, inderdaad. Ja. Een groot deel van de bezoekers komt vandaag via dit station de stad in. En dat betekent alle hens aan dek om iedereen de goede kant op te sturen. Er zijn extra collega's opgeroepen. Ja. In verband met zo'n... We hebben nu mensen vanuit het kantoor hebben we opgeroepen om helpende handjes te zijn voor ons. Ja. Om ze naar de, via de buitenzijde zeg maar door te verwijzen naar de stad. Het is druk, maar op het station loopt alles soepel door. Onderweg naar de Mariaplaats inspecteert de burgemeester nog even de openbare weg. Kijk, hier baal ik dus van, hè? Die rotzooi. Maar ja. Ja, dit vind ik ook. Dit vind ik bijna buitenlands, ja. Zo mooi. Het is wel echt. Ja, mooi hoor. Wist u trouwens dat de politie geen enkele moeite heeft om de Moreelse brug over te fietsen? Het is ondertussen bijna 11 uur. Koningsnacht is in volle gang. Op de Mariaplaats wordt flink feest gevierd en net wanneer de burgemeester langsloopt, wordt zijn favoriete nummer gedraaid. Toeval bestaat niet. Als ik boven op de top kom, kom ik even naar huis. Ook leuk. Het oude grachtje, vreemde Rijnwijkzee. Koningsnacht verloopt zonder grote incidenten. Het is één groot feest en iedereen is blij. Ook de burgemeester. Utrecht, het mooiste van allemaal.